Hoi, mijn naam is Pleun en voor de Week van het Nederlandse Voedsel, die is van 27 juni tot 4 juli, gaan we in deze video's jou laten zien waar ons Nederlandse voedsel vandaan komt. Wij vragen namelijk een challenge aan jullie om een week lang, in de Week van het Nederlandse Voedsel, alleen maar Nederlands voedsel te eten. Ik ga in deze video's langs bij verschillende Nederlandse bedrijven om te zien waar ons voedsel vandaan komt. Gaan jullie mee? Ik sta hier tussen de aardbeien. Naast wie sta ik en waar zijn we? Ik ben Maaien van de Heuvel. Ik ben samen met mijn zoon mede-eigenaar van de Genzon Groep. Wij telen aardbeien, wij telen frambozen, prei en zachtfruitplanten voor heel Europa. En ik ga jullie vandaag meenemen in onze teelt van de aardbeien. Die ga ik je helemaal uitleggen. Ik ben benieuwd. Dat vind ik leuk om te doen. Oké, we staan hier nu tussen de jongste plantjes volgens mij. Ja. Hier begint het denk ik, of niet? Hier is waar een aardbeienproductieteelt start. Hier worden de plantjes gestekt en die gaan een jaar groeien en dan komen volgend jaar hele mooie aardbeien. Dus eigenlijk heb je binnen een jaar, dan komen de eerste aardbeien eraan? Een goed jaar, dan komen de eerste aardbeien. Zo moet je het even zien. Dit groeit tot kerstmis, dan gaat het koelsel in en volgend jaar wordt je opnieuw uitgeplant. En dan komen er aardbeidjes aan. En dit zijn allemaal net gestekte aardbeidjes? Ja, deze zijn gisteren en vandaag geplant. We staan hier nu tussen de iets grotere plantjes. Je hebt er ook één in je hand. Wat zijn dit dan? Hoe lang duurt het voordat ze van waar we net waren tot hier? Straks zagen we dus die kleine stek die gezet. Het duurt ongeveer een jaar voordat deze plant zo vergroeid is. En dan wordt het jaar erop wordt die uitgezet hier in de productieteelt en gaat die groeien. De plant zoals je hier is, gaat ongeveer 12 tot 14 weken moet die groeien en dan kunnen we aardbeidjes oogsten. Oké, dus vanaf wat we net zagen, dat stekje, duurt het een jaar voordat het de plant is die jij nu in je hand hebt? Ja, voordat we in productie zijn. Ongeveer een jaar. Oké, en dan dit plantje. Dit zijn natuurlijk best wel wat die hier staan. Maar deze staan allemaal hier. Ja. En wat hebben deze dan allemaal nodig om te zorgen voor een aardbei? Nou, deze, zoals je ziet, staan allemaal op stellingen. Liggen aan het infuus, zoals genoemd. Dus die krijgen continu water en mest. En daardoor gaan ze groeien. Dus niet in de grond, echt op stellingen. Op substraat, op kooksubstraat. En dan kunnen ze die 12 weken groeien. En dan hebben we mooie aardbeien. Dus er zit eigenlijk de perfecte grond, de perfecte aantal water, met het perfecte aantal meststoffen waar de voedingsstoffen in zitten? Ja, alles wordt precies gestuurd naar behoeften van de planten. En alles wordt op licht gestuurd. Dus als het heel warm is en heel veel licht, krijgt hij meer water. Wordt het donker, heeft hij minder water nodig, krijgt hij minder. En met de juiste recept aan voedingsmiddelen. Dus eigenlijk hebben ze gewoon een perfect dieet? Eigenlijk hebben ze een heel perfect dieet, ja. Misschien nog wel beter dan dat wij dat als mensen misschien hebben. Ja. Ik denk dat het inderdaad zo is. Het wordt precies gereguleerd dat die plant precies voldoende heeft. Dan heeft hij het goed voor elkaar. Dat heeft hij zeker. We hadden het net over wat heeft een aardbeienplant allemaal nodig om een aardbei van te maken. Dan zeiden we al water, voedingsstoffen. Maar ja, bestuiving is volgens mij ook nodig, toch? Ja, zodra ze in bloei staan, bestuiven wij onze aardbeien met bijen. Wij zijn heel zuinig op onze bijen. Op ons bedrijf staat ongeveer 150 tot 200 van zo'n kasten om onze aardbeien en frambozen te bestuiven. Dus daar zijn we heel zuinig op. Ja, die zijn heel belangrijk, anders komen er uiteindelijk nog geen aardbeien. Geen bestuiving is geen vrucht. Dat is heel belangrijk voor ons, dus daar zijn we heel zuinig op. Ja, en ze vliegen hier mooi rond. Ja. Nu staan we hier echt midden tussen de aardbeien. Hier hangen ze er al aan. Ik zie al een paar hele mooie waarvan ik denk, die lust ik wel, denk ik. Maar wat gebeurt er nou eigenlijk hier nog precies? Nou, we hebben het hele systeem gezien van beginplant tot aan de bloei. Hier zien we de bloei en de vruchten. En hier gaan we zo meteen plukken, morgen. Er komt natuurlijk het water uit, wat dan al gemengd is met die voedingsstoffen. Met voedingsstoffen, ja. Als precies gebalanceerd voor de plant in een bepaalde groeiperiode. Als hij bijvoorbeeld alleen in ontwikkeling is, dus hij alleen blad maakt, heeft hij andere voedingsmiddelen nodig, voedingselementen nodig, als dat hij in de productie zit. Want als het in de productie gaat, heeft hij meer kali nodig, krijgt een mooie harde vrucht die langer houdbaar is. Dus er wordt heel goed over nagedacht. Ja, en waarom doen jullie hem niet gewoon sproeien? Waarom gaat dat dan via een buis die er tussenin ligt? Nou, dit, zoals je het hier ziet, wij telen op stellingen. In eerste geval het plukken, je kunt lopend plukken. Er is niemand meer die op de knieën gaat om aardbeien te plukken. Dat is één voordeel.
Plus het is een compleet gesloten systeem. Al het water wat wij meer geven, als dat er nodig is, wordt opgevangen en wordt hergebruikt. Dus het systeem is compleet gesloten. De plant neemt op wat hij nodig heeft, de rest komt er weer uit en dat wordt dan in de stelling opgevangen. Ja, dat wordt opgevangen, gaat naar een groot voorraadreservoir en wordt weer hergebruikt voor de volgende beurt. Heel duurzaam dus. Heel duurzaam. Hoe komen de aardbeien van buiten naar binnen en wat gebeurt er dan allemaal voordat het in de winkel ligt? Nou, zodra de aardbeien geoogd zijn, gaan ze de koelcel in, worden ze teruggekoeld naar 4 graden. De volgende dag worden ze gewogen en getopsield. Dus dat wil zeggen, ieder bakje wordt precies op gewicht gemaakt, gaat een topsealtje op en wordt verpakt in de kist en dan kan die naar de winkel toe. En dan kunnen proces... wij hem in de winkel komen kopen? Ja, dan kunnen jullie hem in de winkel kopen. Dan is het proces voltooid. Nu eigenlijk nog de belangrijkste vraag. Heb jij nog een mooi Nederlands product voor in mijn kratje? Jazeker, dat ga ik even voor jou pakken. Helemaal goed. Alsjeblieft, ik heb voor jou een mooie doos aardbeien om mee te nemen. Mooie, lekkere Nederlandse verse. Verse kan niet, net geplukt. Lekker, dankjewel. Alsjeblieft. Ik ga het aan de kok geven. En bedankt dat wij hier een kijkje mochten komen nemen. Graag gedaan. Nou, dan tot de volgende. Succes. Doei. Doei.